voelt speciaal aan. Want er zijn een aantal uitverkochte shows in Nederland, zeg maar. Maar die van Suriname is something else. Het is speciaal, je eigen mensen. Je voelt je gewaardeerd dat je eigen mensen je, zeg maar, ook het gunnen. Dus het voelt echt speciaal aan en ik ben echt excited om te doen. Nou, mijn voorbereidingen waren een beetje anders, want ik weet Surinamers, jullie verwachten echt een show. Vooral Taxarana Mampai, dus jullie willen een show zien en jullie gaan een show krijgen, want ik heb me echt goed voorbereid. Eigenlijk al lang, maar ik moest even oog nog op die andere shows houden, maar mijn ogen was eigenlijk echt op Suriname gericht. Dus ik heb mijn tijd genomen om te komen zo. Ik ben ready. Slapeloze nachten, maar we zijn hier nu en now it's time to enjoy the show and have fun. So, jullie gaan een show krijgen, wat jullie verwachten. Voorbereidingen waren goed. Now we're just gonna have some fun. Yes. Ik ben niet van de media uit, maar ik heb wel een vraag. Ik vind het altijd zo uitdagend om te zien dat influencers zijn die korte filmpjes doen en dan plotseling staan voor een hele show van anderhalf uur om het aan elkaar te regelen en niet alleen herkenbaar te zijn van de korte filmpjes. Hoe is dat in zijn werk gegaan voor jou? Nou, het heeft sowieso tijd genomen. Het is met 5 minuten begonnen, daarna 10 minuten, 15 minuten en als je jezelf goed genoeg vindt, als je weet dat je ready bent, dat doe je 30 minuten. En op den duur dacht ik van, weet je, laat me even betten op mezelf en gewoon een uurtje doen eigenlijk, mijn eigen show. Begin van dit jaar eigenlijk is de eerste gestart, dus het is uitdagend. Maar ik zeg altijd, als je geen risico's neemt, dan ga je niet echt krijgen wat je wilt hebben. Zo, ik heb een risico genomen en ja, here we are. Het is spannend, het is altijd enthousiast. Ik ben baard, maar soms ben ik een beetje zenuwachtig. Dat is gewoon de waarheid. Mensen denken bij altijd comfort, maar nee, er zijn zenuwen, maar gezonde zenuwen eigenlijk. En wanneer ik daar ben, dan laat ik God gewoon overnemen en dan komt Batman naar buiten. Dan doen we het gewoon. Wat een combinatie. Laat God overnemen en komt Batman. Gaat er naar visie altijd. Het is speciaal, maar anders eigenlijk. Dit keer ben ik zeg maar als artiest. Daarom ben ik echt zo vereerd, man. Om gewoon weg te gaan als just me. En daarna terug te komen als Batman. There's something else. Het is speciaal. Die mensen geven echt die liefde. Ze laten je voelen van, you know, je bent thuis nu. En 6 jaar ook mijn mensen niet gezien. Dus het is allerlei emoties, zeg maar. Maar nu zullen we echt gefocust op de mission. Voel speciaal aan om het de één woord op te sommen. Thank you very much. Ik voel de liefde eigenlijk. Ik voel het aan die mensen dat ze echt trots zijn en excited. Dus ik had zo'n idee, maar die mensen laten me echt weten van je bent echt thuis nu. Like, voel je vrij, doe je ding en doet mijn hart echt goed eigenlijk. Bijna dat moment niet emotioneel laatst, maar weet je, Batman is emotioneel toch? Moet ready zijn.